Dag iedereen, welkom bij deze tutorial over de flip-over, of ook wel in het Engels flipchart genoemd. Vandaag neem ik jullie in ongeveer 3 minuten mee op weg hoe je een flipchart gebruikt, met enkele tips en tricks die jullie zeker kunnen benutten in jullie opleiding. Eerst en vooral, er zijn schrijfkleuren en accentueerkleuren. De schrijfkleuren zijn blauw-zwart, de accentueerkleuren zijn rood-groen. Die kleuren, de accentueerkleuren, gebruik je om een bepaald woord in de verf te zetten, een kernwoord, net zoals bullets, hier in het groen staat. Zo kom ik bij mijn tweede punt, werk met bullets. Bullet points zijn bijvoorbeeld bolletjes, sterretjes, driehoekjes, om eigenlijk duidelijk de structuur aan je deelnemers weer te geven. En een derde tip is, werk met symbolen. Symbolen zijn veel visueler en voor de deelnemers is het veel aantrekkelijker om te blijven luisteren naar je verhaal. Bijvoorbeeld, bepaalde symbolen zijn een uitroepteken. Dat is iets wat heel belangrijk is, dat je in de verf wil zetten. De voordelen en de nadelen, gebruik daar een symbool voor in plaats van voordelen of nadelen te schrijven. Bijvoorbeeld, je bent aan het brainstormen, er is een nieuw idee. Teken een lampje en zo kun je eigenlijk je deelnemers visueel meer stimuleren om mee te werken of te luisteren. Oké, dan draai ik de flip om. Hier ziet u de voordelen en de nadelen van de flip, over. Zoals daarnet aangehaald, gebruik accentueerkleuren en gebruik symbolen. Dus, wat zijn de voordelen van een flip over? Eerst en vooral kan je aanpassingen doen op je flip. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk als je op een beamer iets projecteert. Het is heel moeilijk om iets te doorstrepen en het nieuwe woord te schrijven. Dus daarvoor is een flip over heel interessant. Een tweede aspect is dat je kan tekenen. Je kan gemakkelijk figuurtjes tekenen als je iets wil uitleggen. Je kan een curve tekenen, etc. Een derde voordeel is dat de flap eigenlijk ideaal is om af te scheuren en te plakken. Zoals je daar kan zien, is dat een flap die op de muur is geplakt. Maar zo kan je eigenlijk je volledige lokaal beplakken met flaps. Om zo weer aan je deelnemer alles visueler te maken. En een vierde heel belangrijke element, een belangrijk voordeel is dat je enkel de kern op je flap schrijft. Zo weten de deelnemers wat dan nu de kern is van je les. Zo kom ik bij de nadelen. Een nadeel is dat je weinig informatie op je flap kan schrijven. Natuurlijk, dit kan je omdraaien in een voordeel, namelijk dat enkel de kern op je flap staat. Een tweede nadeel is dat je net moet schrijven. Een tip hier is, schrijf alles op voorhand op je flap, zoals ik net gedaan heb. Want als je alles nog op voorhand moet, als je het niet op voorhand schrijft, kan het zijn dat je zo voor je flap staat te schrijven, waardoor dat je het contact verliest met je groep en eigenlijk spreekt naar je flap toe. Als je schrijft, probeer ook zo te schrijven. Dat is nu voor linkshanden. Ik ben zelf rechtshanden, dus voor mij is het gemakkelijker dat ik gewoon zo schrijf. Bijvoorbeeld aanpassingen op flap in plaats van ik schrijf aanpassingen op flap. Zo blijf je meer en meer in contact met je groep. Een laatste nadeel is, vooral in een digitale tijdperk, is dat een flap niet kan gedeeld worden online. Dus dat is eigenlijk het grootste voor mij, omdat ik van e-learning hou. Voor mij is dat het grootste nadeel van een flap. Oké. Dan komen we tot de laatste flap met tips. En de eerste is al een heel belangrijke. Probeer zo groot mogelijk te schrijven. Probeer hoofdletters te gebruiken als je een flipover gebruikt. Want zoals je hier kan zien, zijn de kleine letters niet zo goed leesbaar voor de achterste deelnemers. Een tweede, schrijf ongeveer 6 à 8 woorden per regel en 6 à 8 regels per flap. Zo blijft de kern goed duidelijk. Opnieuw, schrijf kernwoorden. Kernwoorden is natuurlijk weer aangeduid met een accentueerkleur, omdat het hier het belangrijkste is van heel de flap. En probeer recht te schrijven. Daarom de tip om op voorhand alles te maken. Anders verval je misschien in het feit dat alles schuin gaat en dat het niet meer overzichtelijk blijft voor je deelnemers. Als laatste, dat is persoonlijk mijn favoriet, kan je een speakbriefje gebruiken als je een flip-over gebruikt. Hier, links of rechtsboven, kan je alle bullet points opschrijven voor jezelf in potlood of in stilo. Dat is toch niet zichtbaar voor je deelnemers, maar voor jezelf is het interessant om de inhoud en de structuur van je les te blijven behouden. Ziezo, ik hoop dat jullie iets bijgeleerd hebben en veel succes met de flipchart.